De ontwerpwet over collectieve rechten van de inheemse volken en tribale volken, wet collectieve rechten inheemse en tribale volken, is gisteren na lang wachten in behandeling genomen. Vice-president Ronnie Brunswijk wees voordat de wet werd behandeld erop dat de inheemsen recht hebben om in alle rust in het land te wonen, werken en het land helpen opbouwen. Hij deed daarom een beroep op de belanghebbenden om geduld te betrachten bij de behandeling van de wet. Fractieleider van de NDP, Rabindra Parmisser, ziet in deze wet een positieve stap na een lang voorbereidingsproces. Jullie hebben al geduld betoond, maar nogmaals geduld en de regering, maar nu aanzet van het parlement, dat het parlement de wet behandelt en dat we alle vertrouwen kunnen hebben in het parlement. En nogmaals, bij lange, wacht die lange, voorzitter. Ik kon niet eens naar het binnenland gaan. Overal waar ik ga, Apura, Komala Samutu, Sipaluini, VP, wanneer wordt het behandeld? En u ziet het, ik wil het parlement ook bedanken voor hun inzet dat vandaag inderdaad op de agenda is. En het is een complexe materie. Laten we dat goed vaststellen. Als aan een SSI snel je nakazani. Want die gemeenschap is divers. En we moeten rekening houden dat we met al die gemeenschappen rekening houden. Vanmorgen tijdens de behandeling in de huishoudelijke vergadering. Daar heb ik een beroep gedaan. Dat we respecterend naar alle gemeenschappen onze stappen welbewust voorzichtig zetten. ABO-fractieleider Obed Kanapé zegt dat het grondenrechtenvraagstuk bij veel verkiezingen als issue is gebruikt om de samenleving te misbruiken. Ronnie Asabina van de BEP sprak van een historisch moment, terwijl zijn collega Mahinder Kumar Yogi wees op het lang voortslepen van dit vraagstuk. De laatste keer dat dit is gebeurd was april 2020, kort voor de verkiezing, wordt initiatief ingediend en uiteindelijk is er niks van geworden. Maar inderdaad, zoals het geachte lid zegt, het is een complexe materie. Maar complexiteit betekent dat je effort erin moet zetten om het werkelijkheid te laten worden. En ik merk dat in deze regering, in deze coalitie, maar ook alle leden hier in uw parlement, die een bijdrage hebben geleverd, steeds hebben getoond deel te willen zijn van de discussie. Voorzitter, ik wil een dringend beroep op u doen, voorzitter. Alles eraan te doen en te voorkomen, voorzitter, dat we politiek gaan bedrijven, voorzitter, met de behandeling van deze wet. Ja? Laten we elkaar met respect bejegenen. Ja? Deze wet, dit ontwerp, het is gevoelig. Laten we het kind bij de naam noemen. We leven in multi-ethnisch, multicultureel, voorzitter, Suriname, voorzitter. En ik ben geen voorstander, daarom doe ik een beroep op mijn mede-collega DNA-leden om achterwege te laten wat we niet moeten doen, voorzitter. Wij zijn niet content met de statement van de fractieleider van de ABO, voorzitter, dat de vorige regering, in feite komt erop neer dat de vorige regering met deze wet door het in te dienen, kort voor de verkiezing, voorzitter, de samenleving of de doelgroep beter heeft genomen, voorzitter. Dat is het niet, voorzitter. Maar het is ook waar, voorzitter, om aan te geven dat we niet misleidend bezig moeten zijn, voorzitter. Het is waar wanneer we aangeven dat in april, dat is na de kandidaatstelling van de vorige verkiezing, voorzitter. Voorzitter, het is ook waar, voorzitter, dat in april die regering die aanzat haar uiterste best heeft gedaan, voorzitter. Al is het op het laatste moment om een ontwerp in te dienen bij de Nationale Assemblée.
DNA-voorzitter Marinus B. verwacht van de leden positieve bijdragen bij de behandeling van de wet collectieve rechten in inheemse en tribale volken. Hij vroeg hen om de job te klaren voor de samenleving.